Hallo, ze penjes, hier ben ik dus op de gamepage en van Uncharted 3 Drake's Deception. We zaten in een lift, als ik me niet vergis. Kijk, haar precies op een mooi moment open. Goedendag, vriend. Oh god, dat ziet er niet goed uit. Oh, het is maar een rookbom. Waarom schieten ze me niet dood? Ik heb geen idee. Oh, maar achter hem aan natuurlijk. Achter Tailbot. Tailbot is een coole gozer, vind ik wel. Een liefertje. Ik ben ook eerder achter hem aangegaan natuurlijk, al rennend. En ja, dat was ook hartstikke gezellig. Oh, hij is niet echt snel, moet ik zeggen. Je kan ook gewoon schieten, toch? Je hebt toch een wapen op je rug. Jemig, Drake. Ga ik het proberen. Ik heb zin om het te proberen, maar ik weet toch dat je moet rennen, dus ja. Stomme Tailbot. Huh! It's a trap! Huh? What the fuck, Tailbot? Kun je me nog kwijtraken, zeg maar? Oh, je moet... Huh? Tailbot? What the fuck, man? What the fuck? Nou, dat was echt een... Ben ik verdomme? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Daar ben ik sinds mijn jeugd niet meer geweest. Oh, ze zat je uit je jeugd? Inderdaad, dus nou je het zegt, nou heeft die intro... De eerste twee hoofdstuk 2 en 3 maken in één keer een hele hoop meer logica, zeg maar, de stad waar je als zoon... Oh god. Oh nee. What the fuck gebeurt er allemaal? In één keer, ik ben flink aan het trippen volgens mij, maar dit klinkt niet bepaald logisch. Oh, misschien komt het door dat gas dat hij gooide, dat kan best logisch zijn. Hij gooide niet voor niets gas. Een beetje raar als je heel weinig rook uit je rookgasding komt. Dus dat is het meest logische verhaal, denk ik, dat ik momenteel voor jullie heb. Ik ben tenminste wel lekker aan het rennen voor van die leuke spinnetjes. En ik ga nu dood, zo te zien. Oh, dan ben ik weer in één keer... Oh, vet! Vet gedaan. Half orgasme krijg ik hier. Ja, mensen. Het bestaat. Ik sprong per ongeluk verkeerd. Sorry! Foutje moet kunnen. Ik heb een zak biggen. En als je het niet leuk vindt wat ik doe... Kom hierheen. Dan krijg je een eye over je bol en één biggetje. Schadevergoeding. Twee biggetjes. Schadevergoeding. Van mij. Omdat we vrienden zijn. Van, hey, kijk er. Ik weet wel zeker dat ik deze kant op moet, dus... Ja, beter. Jij mag Drake. Was dat nou zo moeilijk? Hier ga ik sowieso doorheen vallen, of niet? Oh, dat viel mee. Hé, hey, dit stukje ken ik nog. Is precies hetzelfde stukje heb ik eerder ook gerend, volgens mij, of niet? Ja, dan moet je hier naar links, want die stond dan een bewaker. En dan moet je hier zo omhoog. En dan moet je hier erop? Nee. Oh god, dat zijn best wel spinnen. Dit gaat niet goed. Sorry man. Gaat niet helemaal goed komen met je. Spring! Oh! Inderdaad, daar is die bewaker weer. Inderdaad. Wat een déjà vu allemaal. Oh, en dan kom ik hier en dan komt die man met een pistool. En dan komt... Huh, Sal... Wat? Oh, dat gebeurde ook in mijn jeugd, toch? Of niet? Nee. Zo ging... Nee. Normaal was het die man, toen schoot Sally hem dood. En nu is het Sally. Huh? Waarom? Ga weg, alsjeblieft. Gelukkig, het was een hallucinatie. Daar heb ik ondertussen wel door, ja? Oh nee, wat is dit? Poepoe. Ik ben weer eens lekker bals aan het trippen, Drake. Stop met drugs innemen, Drake. Ik heb al vaker gezegd, dat is niet goed voor je, maat. Ik moet hier weg. Oh, echt? Nee. Zo werkt dat niet. Wat is er gebeurd? Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat voor drugs je allemaal gebruikt, Drake. Maar misschien kun je een beetje aan mij geven. Want je hebt zelf iets te veel gebruikt. Dus delen is in ieder geval wel goed. Ik ga denk ik gewoon de kant op waar ik net was, toen het doodliep. Laat me een goede keuze. Ja, ik kan toch. Ja. Maf Kees. Ik kan er niet uit. Hier ligt een wapen. Oh fuck, dit wapen is awesome. De hammer. Ik noem het de jackhammer. Het wapen heet helemaal niet jackhammer. Zo noem ik het nou eenmaal. Wat nu? Ik heb een hammer. Ik kan de lift opblazen. Dat vind ik wel lachen. Ik heb in ieder geval iets. Ik kan de deur openmaken misschien met de hammer. Ik ga tenminste even terug. Geen idee waarom. Vraag mij niet waarom. Maar dat is gewoon hoe ik rol, joh. Oh, ik kan ook gewoon deze kant op. Zeg dat dan, joh. Maf Kees. Ik word echt duizelig gewoon van het kijken hiernaar, zeg maar. Het kijkt echt niet lekker weg, in ieder geval. Laten we daarop houden. Hallo? Iemand thuis? Oh, Drake toch. Jij rare drugaddicter. Oh, kijk. Hier, vind je nog eens wat. Een schat. Woehoe! Nou, dat betekent tenminste dat ik deze kant niet op moet. Anders zou er wel geen schat liggen. Nou, dan gaan we weer verder. Ik gok dat ik iets moet opblazen met de jackhammer. Anders dan weet ik het ook niet meer. Dan sta ik gewoon de deur. Gok ik. En anders weet ik het echt niet meer. Dan ben ik radeloos. Is er niet een film van Carrie Slay? Tenminste, nou, een van de boeken van Carrie Slay. Je hebt spijt. En de rest ken ik eigenlijk niet, want ik ben geen Carrie Slay fan. Maar dat zou wel redelijk gay zijn. Oké. Goed, zo Drake. Gewoon lekker in die dekking, joh. Gewoon doen waar je zin in hebt. Ik ga proberen deze zooi op te blazen. Nou, dat deed nog niet echt denderend veel. Oh, kijk, doeken. Ziet er wel klimbaar uit, behalve dat ik helemaal aan het trippen ben. Heb je misschien wat te doen? Hallo? Oh, kan ik hierheen? Nee. What the fuck moet ik doen? Ah, kijk, gevonden. Ik kan hem niet aan. Er is geen uitweg. Oh, nee.
Oh god, wie komt daaraan? Wie komt daaraan? What the fuck zijn die vuurmannen? Tenminste, mijn beste vrienden zijn er weer. Oh god, moet ik in drugtrip mode tegen deze dudes gaan vechten? Dit is echt vragen om het onmogelijke gewoon. Ik spam gewoon wat jackhammerkogels. Oh god, hij is hier. Mijn aartsvijand. Billy the Kid. Oh, dit is een chill wapen trouwens. Wat? Oh ja, ik was even vergeten, instant kill. What the fuck? Dat is niet leuk voor mij. Als je het even weet. Ik ben niet wel gediend, zeg maar. Twee. Oh god. Nee, dude. Niet doen. Ik zie ook echt niet. Ik kan niet vechten, zeg maar. Ik zie alleen maar grijs in mijn beeld. Ik maak jou van. Je hebt Sully vermoord. Dat heb je misschien wel gedaan, ja. Zou best kunnen. Daar ga ik geen waardeoordeel over aanhangen. Uh-oh. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Is hij dood? Nice. Hey sukkels, met jullie rare rode hoedjes op. Kom dan frikandel, bal gehaakt. Nou, daar heb je hem hoor. Oh, je faalt. Gaat er sowieso, ik wou net zeggen, eentje naast me teleporteren. Nou, ik ga weer met je vechten. Vechten met deze gast is altijd een dom idee, zie je dat? Ik zei dat het een dom idee was, ik had allemaal geen keuze. Als ze fucking naast me teleporteren, wat moet ik dan doen? Ik kan niet met ze vechten, ik gooi hier gewoon ze nee neer, want dan gaat er sowieso, precies, dan gaat er eentje spawnen hier. Fuck jou, bitch. Hey, jackhammer for the win. Nou, heb je die andere sukkel weer. Als je nog een keer naast me probeert te teleporteren, doe het dan goed. Je hebt Sully vermoord, inderdaad. Heb je inderdaad helemaal waar. Ah, die shotgun is ook goed tegen ze, weet ik nog. Ik weet nog te beweren, te claimen dat het zo is. Oh god, deze vent is ook nog redelijk sterk. Oh, hij wordt in één keer boos. Niet boos worden, vriend. Ah, beter. En dood ben je. Voor de rest nog iemand die een probleem met mij had. Of houden we het hierbij met z'n allen gezellig? Ik hoor nog muziek, dus dat betekent meestal dat er nog gemene boeven achter je aan zitten. Als Uncharted kenner kan ik dat zeggen. Uncharted kenner. Uncharted. Oh, dan kan ik misschien wel door die deur heen. Precies, dat dacht ik al. En natuurlijk moet ik hier weer gaan vechten. Dat zie je gewoon aan de dekking en shit. Hij mag geen demonio. Het is gewoon een man die in de fik staat. This girl is on fire. Oh god, waarom? Fuck jou, demon. Fuck jou, bitch. Goed zo. Het is echt een wonder dat ik hem overleefd. Rollen, Drake. Oh, dude, ik ga de deur achter me dicht, zodat je niet even... Oh, even dekking zoeken. Nee, sorry. Bitch. Oh god, dat wordt een demon. Ja. Ik geef het op. Ik rol weg van mijn leven. En ik ben dood. Waarom word je nou een demon? Scumbag demon. Oh god, het is echt niet... Ik wou zeggen, makkelijk. Wacht, ik bedoel eigenlijk fucking moeilijk. Bedoelt u soms fucking moeilijk? Ja. Dat is inderdaad het woord naar zocht. Waarom deed ik dat? Dat is echt zonde van één ammo, zeg maar. Klote. Ja. Oh, we zijn twee demonen en we gaan je nu doodmaken. Eén is al kut. Twee is aids. Leglamidia. Kan ik ze misschien wel even hier gaan pakken. Nee, die deur gaat meteen achter me dicht, toch? Gewoon terug, denk ik. Oh, dat is natuurlijk over jou. In het begin, de demonen... Dat valt je nu pas op, dat vind ik knap, weet je. Daar vind je even niet een medaille voor. Het nu pas laten opvallen dat je tegen demonen aan het vechten bent. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, hij blaast zichzelf weer op. Oké, cool. Dat mag, dat is cool. Oh, dan gaan we natuurlijk eens een vuurbal gooien. Over enkele seconden. Oké, dat is één demon minder. Dat is fijn. Gooi even een bommetje voor zijn vriend. Vang een pik! Nou, gewoon blijven schieten met je shotgun. Tot hij doodgaat. En dan gelukkig zijn. Oké, wacht. Ik ben nog gelukkig hoor. Gelukkig is... Oh, kom op. Drake. Kom op, man. Ik ga naar me toe teleporteren en dan ben ik dood. Natuurlijk. Bitch! Woo! Yeah! Ik heb het gehaald, denk ik. Poeh! Oh, 69 kogels. Dat maakt mijn dag weer goed. Een bommetje. Dank je. Deze demonmannen zijn zo uitputtend moeilijk kut om te bevechten. Het is gewoon niet leuk meer. Nee. Oké, dan. Goeiedag daar, heren. Vuurdemon. Vuur. Zonder rook. Ik moet ze doden. Nee hoor. Oh, nu is de poort wel dicht. Je hebt Sully vermoord. Ik heb helemaal niks. Ik heb ravioli gegeten gisteren en dat was hartstikke lekker. Sterf, demon van het vuur. Nou, kom op. Ik krijg niet eens één dood. Waarom zijn er ook zoveel? Wiens idee was dit? Ja. Dit is zo oneerlijk. Ik kan er niet eens een naam aan geven. Ik moet echt ergens heen rollen ofzo. Misschien hier. Misschien heb ik hier nog een kleine kans. Ah, kijk. Nou komen we ergens. Bitch. Kijk.
Kom dan, vuurdemon. 2 in 1 klap. Oké, ik moet wel even weg hier, denk ik. Gewoon een gokje. Oh, hij is bijna leeg trouwens. Had je iets, vriend? Oké, nice. Ik heb er 1 gedood. Ik heb er 1 gedood. Just saying. Oké, cool. Gewoon even random nades gooien. Weet je, ik heb ze nou toch bij me. Komt sowieso eens een vuurdemon naast me spawnen. Ik wou net zeggen. Missen jullie al? Oh, god, zijn er weer 2. Verdomme. Verdomme. Verdikke me. En het zal me niks verbazen als ik hier de rest van de video maar bezig ben. Nu ga ik een nieuwe aanpak. Ik pak gewoon meteen de RPG. Je hebt Sally vermoord. Normaal niet. Hij is onschuldig. Is hij dood? Tuurlijk is hij niet dood. Mijn vuurdemon. Oh, ik ben een vuurdemon. Ik ga maar niet dood. Ik ben gewoon... Oh god, deze vent heeft ook nog. Ja, ik ga maar slaan, maar dat heeft toch geen zin. Rollen, Drake. Rol alsof je nog nooit gerold hebt. Nou, ik zie die redelijk veilig. Oh nee, nevermind. Er staat daar een vent naast me. Oké, hij teleporteert weg naar een iets betere afstand. Hey daar, Jacob. Jacob moet dood. Hey Jacob, bedankt. Oh god, ze staan in één keer daar. Verdorie. Verdorie. Kut. Level. Wie heeft het level ooit bedacht? Je hebt Sally vermoord. Je hebt Sally vermoord. Waarom ga je dan dood als het niet echt is, vriend? Beargumenteer die shit. Echte vrienden gaan niet dood, Drake. En je weet het. Oké, ik heb een nieuwe strategie. Die man moet geen vuurbal op je kunnen gooien. Ja, die man. Als ze vuurballen gooien, dan gaat het niet zo heel goed, meen je nou mee. Nou, meen je niet heel goed. Vuur zonder rook. Oké, je bent zelf vuur zonder rook, Drake. Die neem ik ook gewoon even mee. Ik weet niet, gaat die over... Oh, dat is je kleine wapentje. Oké, dat is wel nice. Even een granaatje erbij. Hoppakee, hit and run. Nou, jullie teleporteren ook weer weg. Als je ze raakt, teleporteren ze weg. Dat scheelt. Oh god. Zo, ik ga die kant op. Bitch. Oké, hij leeft nog. Kut. Had ik niet op gerekend namelijk. Ik had wel gehoopt dat hij dood zou zijn. Yes, ik heb er 1 dood. Ik heb er 1 dood. Ik ga zeggen wat je wil, maar ik heb er 1 dood. Ja, oké, kap ermee. Ik heb geen zin meer. ABC, kap ermee. Als ik ergens oneindig devs ga halen, is het al hier. Oh god, stomme vuurdemonen. Even wat granaatjes gooien gewoon. Voor starters. Oké, ik ga wel weer deze sniper pakken dan, denk ik. Gewoon ook nul dekking. Oh god. Dit zijn echt punten in het spel dat ik boos kan worden. Ik race niet snel, alleen als ze dan denk ik heel veel vuurdemonen mag afsturen dat het echt onmogelijk begint te worden. Gewoon puur om mij te haten eigenlijk. Het gevoel krijg ik tenminste. Gewoon omdat het kan, zeg maar. Nee, ik wil niet vechten met een vuurdemon. Tuurlijk wil ik niet vechten met een vuurdemon, ben ik gek ben. Oké, ik voel me redelijk veilig hier. Wacht, ik al... Oh, wat, ik teleporteer naast je. Als ze nou niet konden teleporteren. Oké, weet je wel. Maar nee, dat was niet moeilijk genoeg ofzo. Sterf, bitch. Nee, je kunt niet herladen. Je moet niet herladen als je met een vuurdemon aan het vechten bent, Drake. Dan moet je schieten. Hij heeft een granaat laten vallen. Oké, dit is mijn kans. Ik weet niet of het een slimme keuze is voor het snipersteltegeweer te gaan. Nu maar... Ah, kom op! Stop met bommen gooien! Ik ben ook maar een mens! Zonder vuurdemon... Dat is wel moeilijk om gewoon niet te pakken. Ik kon er geen bommen te gooien. Dat is niet waar. Oké, kom dan. Kom dan. Als ik nou gewoon eindig allemaal voor deze dude had, dan vond ik het wel best. 2 schoten en ze zijn dood. Het is wel een zwakke plek, zeg maar. Ja, stop even met vuurballen gooien, vriend. Zo, dat is weer 1 minder. Gaat goed, gaat goed. T-bolt, sluipschuttergeweer. Yay, daar wil ik wel kills voor, ja. Oh god, deze vent moet even dood. Hij staat in de fik en dan zijn ze gemeen. In het algemeen. In het algemeen. Snap je hem? Oké, hier een extra granaatje. Ik denk dat dit hem gaat worden, jongens. We hebben dus sowieso een nieuwe strategie. Dat is iets meer... met dit ding werken. De sniper. Ligt hij nog een beetje in de buurt vast niet? Oh god. Ja joh. Gewoon zonder enige aankondiging. Is het die andere dude toch? Oh, die is weg. Oh oké, mooi. Misschien is er nog maar 1 hoor. Daar durf ik niks over te zeggen. Bitch. En nou nog een keer. Ah, kom op. Ik ga sowieso weer dood. Oh, verdorie. Oh. Oh, wacht. Ik teleporteer even een asje. Fucking anussen. Het zijn echt een stelletje anussen jullie. Echt nul respect voor mij. Nathan Drakey. Natuurlijk is het niet echt, Drake. Ik kan niet geowned worden door deze sukkels. Geowned worden? Ik? Ja, dat kan. Maar niet door deze sukkels. Zo, ik ga hier lekker achter. Misschien is hier een leuke plaats om dekking te zoeken. Ja, tenminste een redelijke dekking, zou je zeggen. Tot ze naast je gaan teleporteren. Maar daar heb ik deze mooie sniper voor. Kom dan. Iemand nog zin om te gaan teleporteren? Sowieso dat ze juist aan die kant gaan teleporteren. Maar daar is heel weinig ruimte. Dus je zou zeggen van niet. Kut, kut. Nee, niet gaan vechten met een demon. Drake, we zijn door dit stappenplan heen gegaan. Niet vechten. Oh, een hammer. Oké, cool.
Oké, daar heb je er eentje. Oh, teleporteer niet, vriend. Ik ben net op je... Oh, wacht. En dan moet je snel zijn. Maak hem af. Oké, kut. Ik heb echt nog niks gedood, volgens mij. Tot nu toe. Ik heb alleen heel veel vuurdemonen. Ah, kom op. Ja, joh, gooi... Oh, oké, deze gooit vuurballetjes. Dat vind ik al een stuk redelijker, zeg maar. Om dood te maken. Nou, die zat er weer ze teleporteert iedere keer naast me, dat scheelt. Dus dat is nu toe altijd zo geweest. Kijk, er komt er weer eentje. Nou, teleporteren, af en toe lopen ze een beetje, maar... Jullie snappen het algemeen idee. Oh, kom op. Geen vuurballen gaan gooien. Dat is gewoon flauw, dude. Flauw. Nee, niet... Oh, niet gaan vechten, Drake. Allebei die dingen zijn flauw. Oh, kom op. Niet gaan vechten met een vuurdemon. Doe het niet. Ga eens dood. Raak de vuurdemon misschien eens, Rick. Oeh. Een intens gevecht is dit toch ook. Maak hem dood, maak hem dood. Oh, we zijn met z'n tweeën. Dat was altijd al zo, alleen... Ze schieten allebei op me, dat is meer het idee. Misschien is dit de laatste, dat zou heel fijn zijn, want ik pak even de LED jackhammer. Dan gaat die ene dood ook hoor. Dude! Bitch. 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 Ben je dood? Ben je dood, bitch? Oké. Hou je kop. Oeh. Hou je kop erbij, nee. Ik heb mijn kop best wel verloren in dit gevecht, als ik het even mag zeggen hoor. Oké, nu moet ik de poort. Oh, leuk. Nog een extra gevecht. Kan ik niet even nog een sniper vinden? Ik weet, je hebt hier dat kleine pistooltje, die is ongeveer sniperig. Hanya! Broodje, kroket. Die grap heb ik echt al vaak gemaakt trouwens. Wat zullen we meenemen? Ik heb een RPG hier. Die zijn redelijk leuk. Kleine pistooltje ligt hier ergens. Ja, de touwsluipschutter weer. Die heeft wel 8 kogels. Als kleine wapens is zeker nice om mee te nemen. En dan heb ik erbij gewoon de RPG meenemen. Ik heb geen idee of ik hiermee slagingskansen heb. We moeten iets proberen, want ja, dood moeten die demonen toch wel. Ik hoop dat ook wel een beetje ophoudt met die demonen. Ik heb het alweer gezien met ze. Nou, hallo daar. Sally? Sally? Hey, Sally! Sally, ik... Nee. En dan moet je gaan vechten, Drake. Sowieso, dus jullie moeten gaan vechten. Ik ga wat met een dekking zitten. Oh, er valt geen dekking te halen hier. Oké, dan. Oké. Dat is raar. Valt er nog wat mee te doen? Nee. Wat is er meer te doen hier? Het is nog steeds lekker aan het trippen. En daarom als ik mijn beeld draai, dan wordt het heel erg wazig. Dat is heel irritant, vooral voor jullie kijkers. Maar ook voor mij. Nee, er moet er iets te doen zijn, zou je zeggen. Nee, er zit één symmetrisch punt in de map en dat is dit ding hier. Dus je zou haast wel voor 99,9% zeker moeten zeggen dat het hier is. Precies. Moet ik, oh, moet ik blijven drukken of wat? Oké, cool. Het zwembad loopt lekker vol water. Oh, we hebben in één keer een weerspiegeling. Oh, dat is vast mooi. Dat is vast belangrijk voor het verhaal. En dan? Wat gebeurt er nu, Drake? Wat gebeurt er nu? He, ik zie mezelf in één keer daar. Daar loopt mijn spiegeling niet in zitten, toch? Oh, dat is ook niet mezelf. Nou, dat was lachen. Dat was echt leuk. Moet ik nu gaan zwemmen of zo? Wat wil je dat ik ga doen? Oké. Okay. Vooral het wazige beeld maakt het redelijk kut. Nou, dat was leuk. Jee. Woehoe. Ik ga schieten alle fasen kapot. Oh, ik kan niet eens schieten hier. Ik heb ook alleen een RPG bij met een sniper. Daar niet van. Oh, we moeten waarschijnlijk aan die wielen gaan draaien ofzo. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, allemaal. Zullen we even als ik deze kant ga staan? Nope. Kijk, oh, ik sta hier ook zelf in de schaduw, zeg maar. Ik dacht dat ik daar stond in de schaduw. Mijn schaduwman reageert veel later. Nathan Drake. Hij schiet sneller dan zijn schaduw. En nu remt mijn schaduwman... Oh, je moet dus je schaduw volgen eigenlijk. Oké, is cool. Waar ga jij in schaduw? Maf Kees. Ik volg je hoor. Ik schiet je dood met mijn RPG als het moet. Nou, mijn schaduw zegt ga die kant op, wat ja, een beetje apart is. Dat kan waarschijnlijk alleen als je high bent. Gokje. Ik weet niet, Drake, ben je high? Ik denk gewoon een kleine gok als ik zeg dat Drake pittig high is. Nou, andere Drake ook even draaien. En dacht natuurlijk dat ding omlaag waar Sally net achter zat. Hoop ik. Huh? Wat is dat? Moet ik nu gewoon naar midden toe? Ik denk het. Wat is dat inderdaad? Dat zien jullie. De volgende aflevering van Uncharted 3, Drake's Deception. Vergeet even te liken als je het leuk vond. Tot de volgende aflevering van Uncharted 3, Drake's Deception. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering en shit. En ik vond het leuk. Ik heb een beetje geschreeuwd en een beetje gehuild en zo. Maar dat maakt niet uit. Want Uncharted 3 is de shit, yo. Tot de volgende aflevering. Doei!